Kylie heeft zojuist de beta-versie van Family Simulator gedownload. Ze zeggen dat je je ouders niet kan kiezen. Dus wat doet Kylie? Een rijke familie. Perfect! Dit is het perfecte moment om ook te liken en te abonneren. Kylie's nieuwe huis is nog groter dan ze verwachtte. Veel groter! Haar ouders gaan haar rondleiden. Papa moet terug gaan werken. Die hangar is vol met geld, gaan zichzelf niet redden. Kylie's nieuwe moeder zal de rondleiding blijven geven. Dit huis is bijna te groot. Dit is geen huis, het is een paleis. Kylie zou kunnen verdwalen. Raak niet achterop. Kylie houdt van haar nieuwe leven en haar nieuwe familie. Dat wel. Dit spel is het beste. Mama leest een nieuw modetijdschrift. En Kylie zet haar groezelige handen overal op moeders werelds beste moedertrofee. Dat is onaanvaardbaar. Kylie weigert te luisteren. We moeten creatief worden. Neem een pop-it en gesmolten zeepbasis. Vul de pop-it. Dan haal je de zeep eruit wanneer het hard wordt. Kylie kan dit speelgoed niet weerstaan. Ze houdt van pop-its. Kylie is nog nooit zo blij geweest om haar handen te wassen. Nu zal ze het de hele tijd doen. Kylie houdt ervan het kind van rijke ouders te zijn. Ze heeft alles wat ze ooit zou willen. Maar haar nieuwe moeder stuurt haar naar de universiteit. Kylie had dat niet verwacht. Waarom studeren als je al geld hebt? Kylie wordt gespannen. Mam zal haar weer te slim af moeten zijn. Ze kan alles kopen. Zelfs Kylie die naar school gaat. Mam maakt een pad van geld voor haar. Nu maar hopen dat ze het aanpakt. Kylie begint het geld op te rapen. Ze houdt er te veel van. Ze verliest de controle. Niemand had verwacht dat meneer Jim, de failliete leraar, mee zou doen met deze actie. Maar ze liepen elkaar net tegen het lijf. Vreemd. Nou, zullen we een deal maken? Het is jouw beurt. Kylie heeft nog nooit gehoord over tafelmanieren. Ze is zo'n vieze eter dat we net zo goed de hele kamer kunnen weggooien. Mama moet haar een slabbetje omdoen. Het is gemakkelijk te maken. Neem wat dik plastic. Knip twee stukken als deze. Naai ze aan elkaar. Laat een opening. Vul het met nepbloemen. Naai het dicht en voeg versieringen toe. Deze elegante kraag zal je beschermen tegen het maken van een puinhoop. Het heeft net de dag gered. Maar het is te laat voor mama's eetlust. Kylie wil haar nieuwe huis wat meer verkennen. Oh, ze heeft net moeders kast gevonden. Het is zo vol met spullen. Ze wil al deze jurken passen. Maar er woont hier een gigantische mot in. Hij heeft zoveel kleren opgegeten. Al de labels zouden een hele staat kunnen vullen. Kylie wordt gek. En een mot ook. Uh-oh, hier is mama. Een roze jurk? Perfect! Elk kind heeft geheimen voor zijn ouders. Kylie's gesimuleerde familie is ook zo. Kylie bewaart een doos snoep onder de koffietafel, omdat ze van haar ouders geen suiker mag hebben. Neem een kleine pot. Doe er een magneet in. Vul het potje met lichte klei. Knip plastic rietjes doormidden en maak er nepgras van. Steek het gras in de klei. Klaar! Kylie is net op heterdaad betrapt. Nu zal ze nooit meer snoep krijgen. Kylie zit in de problemen. Maar haar moeder geniet van haar snoep. Ouders hebben ook geheimen, weet je?
College is zo saai dat zelfs de leraar gilt. Kylie heeft geen idee wat ze hier doet. Ze houdt van plezier maken. Wat als ze deze klas wat opleukt? Slingshot tijd! Meneer Jim had dat niet verwacht. Kylie is net begonnen. Kylie heeft geen munitie meer, dus roept ze om luchtsteun. Een echte helikopter? Dit is hulp voor Kylie. Gouden munitie voor meneer Jim. Een schot raakte hem in de mond. En nu heeft hij een gouden tand. Hij wilde er altijd alleen. Nu probeert hij misschien zelfs een rapper te worden. Zoveel keukengerei. Welke moet ze gebruiken? Ze kopieert haar vader, maar ze raakt toch in de war. Mam merkt het en probeert te helpen. Ze maakt een set speciaal voor Kylie. Nu zal ze nooit meer in de war raken. Neem 3 kleuren polymeerklei. Maak een paar stukjes. Zet de rode cirkels op en vouw de diamanten dubbel. Breng met een tandenborstel textuur aan in een bolletje witte polymeerklei. Kleur het met pastelkrijt. Maak het vast aan een vork en bak het 10 minuten op 210 graden Fahrenheit. Voeg UV-polijsmiddel toe en laat het eruit zien als smeltend ijs. Nu raak je ook niet meer in de war. Het is gemakkelijk. Maar Kylie mist iets. Een lepel voor haar favoriete chips. Dat is beter. Kylie vond een rare stoel toen ze haar nieuwe huis aan het verkennen was. Oeps, ze drukte op het verkeerde ding. Oh, is het een massagestoel? Dat is raar, maar leuk. Plus, er is warme cacao. En leuke spelletjes. Dit is te gek. Hier is mam. Ze is blij om te zien dat Kylie bezig is. Ze heeft zelfs een traan gelaten. Kylie is op zoek naar een privéplekje in haar grote huis. Ze moet iets goeds van plan zijn. Ze eet fastfood. Maar haar moeder vindt haar toch. Kylie zal creatief moeten zijn als ze haar maaltijd wil opeten. Maak een biefstuk van lichte klei. Verf het. Bedek het dan met UV-topcoat. Bak het in een UV-lamp. Lijm een papieren bordje op een tasje. Vul het bord met biefstuk en frietjes gemaakt van lichte klei. Lijm de stukken erop. Mama kwam naar Kylie roepen. Maar wat is dit? Ze is niet aan het eten. Ze heeft gewoon een koele handtas. Maar in de handtas heeft Kylie iets dat haar moeder zeker niet zou goedkeuren. Kylie houdt van grappen. Deze keer vernielt ze een foto van het schoolhoofd. Dit is hoe hij er eigenlijk uitziet. Kylie's moeder wordt bij de directeur geroepen. Hij moet haar kunst niet mooi hebben gevonden. Kylie beweert dat zij het niet was. Het was Banksy. Mama houdt van de foto. Ze zou er zelfs voor betalen. De directeur krijgt geen kunst, maar hij krijgt wel geld. Wat met een foto met de artiest? Kylie is moe van haar alledaagse mode. Wat denk je van een stijlverandering? Optie 1, te onvolwassen. Te raar. Niet slecht. Nu schoenen, absoluut niet. Dit. Perfect. Een boeket zal de look compleet maken. Kylie komt opdagen en schokt iedereen met haar elegantie. Oeps. Hoe hoger je bent, hoe harder je valt. Nu lacht iedereen haar uit. Missie mislukt. Game over. Kylie moet terug aan haar eigen trieste echte leven. Wacht. Die auto ziet er bekend uit. Het is haar moeder van het spel. Kylie is zo gelukkig. We hebben elkaar gevonden. Nu kunnen we terug een familie zijn.
Vond je ons nieuwe verhaal leuk? Wat was je favoriete deel? Vertel het ons in de comments. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.